afgelopen week was een mooie week voor jou. Donderdag was je jarig en afgelopen zondag een belangrijke goal tegen FC Utrecht. Ja, ja, nou, al met al een goede week denk ik zo. En, een jaartje ouder en een resultaat in het weekend maakte de week eigenlijk goed af. Ja, een echt spitse doelpuntje. Ja, nou ja, ik kon hem mooi tussen de drie verdedigers tussenin lopen en een goede bal van Kees. Waar ik gewoon tegenaan kon lopen, dus super fijn dat ik weer zijn goal kon maken. Vond je het een terecht punt tegen Utrecht? Weet ik niet. Ik denk dat de eerste helft voor Utrecht was. Twee goede kansen om een goal te maken, maar goed. Zolang het 0-0 blijft heb je altijd een kans op een resultaat. En je komt natuurlijk snel achter na rust. Dat is altijd vervelend, maar ik denk dat de rode kaart voor Utrecht een beetje een kantelpunt was. Dat we daarna wat meer in ons spel kwamen, wat logisch is tegen 10 man. Dat we daardoor wat meer aan kansen konden gaan denken. Hij valt dan gelukkig in de 85e minuut. Dus al met al denk ik maximaal haalbaar voor ons. Ja, nu heb je twee gelijke spelen geboekt tegen ploegen uit het linker rijtje. Wat zegt jou dat? Ja, dat zegt dat de bereidheid en het harde werken daar, dat het ook een beetje wordt beloond. En, dat is natuurlijk de basis uiteindelijk. Vanuit daar moet je gaan kijken hoe je beter kan worden, hoe we beter kunnen gaan voetballen. En, daar zijn we nu iedere dag mee bezig en dat gaat met de week beter. Dus zolang wij stapjes kunnen maken, dan ben ik al blij. Het resultaat dat is altijd heilig natuurlijk. Kijk, op het moment dat je resultaat boekt, dan groeit het vertrouwen ook een beetje. Dus kijk, zolang je heel goed traint en heel hard werkt, maar je hebt geen resultaat, dan is het vertrouwen ook ver weg. Dus, nu heb je resultaten gehaald tegen twee goede ploegen. Verdiend of onverdiend, dat maakt dan even niet uit. Het resultaat is dat je gewoon twee punten hebt. En daardoor kan je ook weer vertrouwen bouwen naar de aankomend weekend. En hopelijk als we dan nog ook weer stapjes kunnen maken, dat we daar ook resultaat kunnen halen. De kerstbalactie van ADO Den Haag. Wat vind jij van die actie die voor het goede doel is? Nou ja, ik denk dat altijd goed is als een club dat doet. Als wij als club zijn een klein beetje terug kunnen doen voor de samenleving, voor de oudjes of voor het goede doel, dan moet je dat als club zijn altijd doen. En met de kerstballenactie van de week ging het volgens mij aardig goed. Dus als we daarin een klein steuntje in de rug kunnen geven, dan moeten we dat gaan doen. En dat hebben we gedaan, dus dat is alleen maar goed teken vanuit de club. Komende zaterdagavond op bezoek bij FC Emmen. Wat voor ploeg is dat? Vind ik altijd lastig. Ik heb denk ik een stukje van Sparta Emmen gezien. Daar vond ik Emmen eigenlijk gelijkwaardig. Of misschien zelfs nog wat beter dan Sparta. Maar die verliezen ze dan. Dus het is altijd lastig denk ik tegen een ploeg die onderaan staat. Die ook de punten moet pakken. Dus we zullen onze post nat moeten maken. Maar goed, als we dezelfde intensiteit en dezelfde werklust kunnen brengen als de afgelopen twee weken, dan kunnen we ook daar een resultaat halen. Het is natuurlijk weer op kunstgras, dat is voor de meeste jongens ook al eventjes geleden, dus dat zal ook eventjes wennen zijn. Maar goed, wat ik al zei, ik vind Emma een lastige ploeg en die strijden ook voor de punten, net zoals ons. Dus die zullen er ook op klappen en wij moeten hetzelfde brengen en dan gaan we gewoon kijken wat we kunnen doen. Doelpuntje voor Michiel Kramer? Zou mooi zijn, maar als we met 1-0 winnen en ik score hem niet, dan vind ik het ook prima.